Rara, waar vind ik de perfecte BH? Ik neem je mee naar de Superbra Store. Goedemorgen, ik ben net aangekomen in Rotterdam en ik ben onderweg naar de Superbra Store. Dit is een gespecialiseerde lingeriezaak. Ze gaan vanaf Cup D en ze zijn gespecialiseerd in zowel kleine omvang als grote omvang. En eigenlijk hebben ze, nou, ik denk zo goed als alle maten wel. Dus ik ben super benieuwd en ik ga een kijkje nemen. Vergeet je trouwens niet te abonneren op mijn kanaal, dan zie je ook de volgende filmpjes voorbij komen. Nou, daar zijn we dan. Ik ben dus in Rotterdam bij Superbra, zoals ik al vertelde, met de eigenaresse Floor. En ik ga Floor wat vragen stellen over haar winkel, maar ook over haar concept. Dus vertel, waarom ben je ooit Superbra begonnen en wat is jouw missie? Ja, ik ben Superbra begonnen omdat ik zelf cupmaat 60H of 60I draag in Europese maten. Ja, dat verbaast me dus nog steeds. Zo kan je dus echt niet aan iemand zien, hè? Nee. Ik ben ook blij dat mijn boezem in beeld is. Want dan kunnen mensen zien hoe dat eruit ziet. Ja. En dat het eigenlijk helemaal niet zo gek is als het klinkt. Ja. Ik zeg altijd, het klinkt als een kermisattractie. maar dat is gewoon niet zo. Ik kon zelf eigenlijk nergens in Nederland leuk winkelen voor lingerie. Nee, want dat is echt lastig, hè, met een grotere cup. Absoluut. Ja. Ja. Mijn hele liefde voor lingerie werd eigenlijk elke keer de grond ingestampt. Zo van, het bestaat niet in jouw maat. Ja. Nou, dat kennen we allemaal, hè? Ja. En toen bedacht ik, ja, maar ik kan ook gewoon mijn eigen winkel starten. Ja, dus er was dus een BH die ze me liet zien en toen zei ze, raad eens welke maat dit is. Ja. Toen zag ik zo'n heel schattig petit BH'tje, toen dacht ik, nou, geen idee. Ja, en dit is dus een 60D. Of een cupmaat zegt eigenlijk helemaal niks over een BH. Nee, en... Of over je maat. Dus als iemand zegt, zo, cup D, dat zegt dus eigenlijk niks van... Dit BH'tje is ook een D-cup. Precies, want als je een smalle omvang hebt, dan is dezelfde letter is een kleiner volume dan een grotere omvang. Ah, oké. Ja. En daarom, het heeft ook eigenlijk helemaal geen zin om te zeggen, ik heb een cup D. Of ik heb een cup C. Nee, of oh, dat pas ik niet, want ik heb die cup. Ja, ja. Want dat zegt niks. Nee. Wat wij altijd adviseren in de winkel, en daarin zijn we echt anders dan hoe andere winkels adviseren. Wij zeggen altijd, je wil de omvang zo strak mogelijk nemen. Maar nog wel comfortabel. Ja, want ik ben van het comfortabel. Ja. Het moet lekker zitten, precies. Zeg ik altijd. Dat is heel belangrijk. En ik ga ook niet voor iemand anders zeggen wat nog comfortabel is. Nee, maar precies. We beginnen in principe altijd pittig strak. Ja. En waarom doen we dat? De steun van de BH die komt uit de omvang. En als je ruimer in de omvang gaat, dan gaat hij minder steun geven in de cup. Oké, en hoe zit dat met, heeft het ook nog mee te maken met dat iets uitloopt? Of mag dat niet, of hoort dat niet? Of is dat een hele rare vraag? Ja, nee, een BH loopt inderdaad uit. Na een aantal keer dragen en wassen wordt hij al wijder. En is dat dan ook de reden waarom je een BH op zijn grootst moet passen? Dus op het laatste haakje? Ja, ja. Zodat hij altijd nog iets strakker kan? Ja, absoluut. En wij beginnen in deze winkel bij omvang 60. Ja. Ik draag zelf dus ook 60. Dus dat is... smal, maar niet dat je zegt van nou bizar smal. Nee. En wij gaan tot en met omvang 95. 95? Ja. Oké, maar nogmaals, die omvang 95 zegt eigenlijk niks over de centimeters die je hebt. Absoluut dus omvang. Niet. Hè? Nee. Want dat hebben we ook bij mij gezien. Wij hebben dan BH samen gepast. En toen gaf ik ook aan van nou ja, als je mij meet dan zit ik op geen idee. Ik zit op iets van 100, maar ik heb absoluut geen omvang 100. Nee. Klopt. Dus, maar hoe werkt dat dan bij een voller lijf? Of is dat bij elk lijf zo? Maar hoe zit dat? Er is helaas niet een echt goede manier om je op te meten met een meetlint. Nee. Dat maakt het echt niet makkelijker. Daar ben ik me heel erg van bewust. Ik snap ook dat naar de winkel komen niet voor iedereen lukt of weggelegd is. Of dichtbij. Dat mensen het ook eng vinden. Alleen als het echt... Nou, dat hoef je niet te vinden hoor. Ik heb het ook overleefd. Wat eigenlijk een soort van uitgangspunt is, je kan het opmeten met een centimeter. En als je het super strak doet, dan moet je er altijd nog een stuk, dan moet je er altijd nog een getal van aftrekken. Alleen wat dat getal is, dat heeft ook heel erg te maken met hoe squishy je bent. Ja, dus of je indeukt of hoeveel vetjes je hebt of dat het echt bot is. Ja, zeg maar, precies. Dus bij vollere vrouwen kan dat echt wel 20 centimeter zijn wat je er dan nog van aftrekt. Oh, echt? Echt waar. Wow. Echt waar. En nou ja, dat geldt bij mij eigenlijk ook wel. Als ik zo
naar de fitting kijkt, ja, dan scheelt dat ook echt een heel groot stuk met de centimeters versus de BH. Ja, want jij vertelde dat je bij andere plekken soms ook wel het advies 105 kreeg. Ja. Ja. Ik dacht, nou, ga maar eens een BH zoeken in die maat. Ja, ja. En bij ons kom je op 85 uit. Ja. En, bizar. Maar ja, echt, jongens, dus even het verschil, hè. Dus er wordt mij geadviseerd om een BH-omvang 100-105 op basis van een centimeter niet naar mijn lichaam kijken. Gewoon meten en dat is het. Nou, dat bestaat bijna niet, want ik heb ook geen hele volle cup. Of grote cupmaat. En vervolgens ben ik dus hier en wordt eigenlijk bevestigd dat wat mij het lekker zit. Want ik draag eigenlijk altijd 85, van sommige merken 90. En hier wordt dus ook bevestigd, ja, maar dat is ook echt je maat. Ja. En dat vond ik zo'n, nou, ik vond ten eerste een verademing. Ik ben dus niet gek. Ja. Dus dat wat lekker zit, klopt ook bij mij. Ja. Het enige is dat ik me dus echt verkeken had in wat mij altijd verteld is over de cupvormen en de cupmaat. Daar was ik echt van geschrokken, want ja, toen ik jonger was, droeg ik altijd een B, toen werd het een C. Op een wilde dag werd het op een gegeven moment een D. En toen dacht ik, nou, ik heb niet zo'n grote borst, dus het wordt niet groter. En dat zit toch echt dat ingeprent, hè? Dat D, dat groot is. Nee, het is gewoon je maat. Ja, klopt. Dat is echt hardnekkig. Welke maat had ik hier nou aan? Bij ons heb je een 85 dubbel D. Ja, wij gebruiken de Engelse cupmaten. Oh, dus ja, in dat is wel anders, hè? Ja, ja. In EU-cupmaten is het een 85 E. Ja, nou moet je nagaan. Wie had dat ooit gedacht? Ja. En maar dat zit dus allemaal eigenlijk tussen je oren. Ja, maar dat is hardnekkig, hè? Ja, echt. Dat is heel hardnekkig. Ja, dat is echt. Want ik zat echt, ik was echt best wel sceptisch. Ik dacht, zij kan die BH pakken, maar ik ga eerst kijken of die wel goed zit. Ja. En, maar ook de scoop and swoop, dat is echt de tip van Floor. Ja. Gaan we straks ook even laten zien. Kan dus eigenlijk een cupmaat schelen in wat je draagt. Ja, klopt. Dat vond ik zo bizar. Dus dat is eigenlijk een kwestie van of je je BH goed aantrekt of niet. Ja. Scheelt een cupmaat. Ja. Ja, en hij zit lekkerder. Ja. Want... Nou, ik ben natuurlijk hartstikke benieuwd hoe het nou daadwerkelijk zit. Ik heb net al een de bra fitting gedaan. En nu ben ik eigenlijk ook wel, of het lijkt me ook wel heel erg leuk om jullie te laten zien wat het verschil is. Nu moet ik er wel bij zeggen, ik ben in verwachting. Dus mijn buik zit een stuk hoger, waardoor mijn BH's ook net iets anders zitten. Ja. Maar goed, daar kunnen we samen wel doorheen kijken als het gaat om een goede en een slechte pasvorm. Dus laten we even het pashokje induiken samen. Nou, ik heb dus nu een plunge BH aan. Dat is dus het model wat mij altijd is afgeraden, dat mij niet staat bij mijn borsten. En ik heb een hele andere maat aan. Ik heb zelfs een cupmaat groter aan dan wat ik normaal draag. Nou, dit is dus als ik de BH aantrek en het gewoon om mijn lijf heb aangetrokken, bandjes omhoog, klaar. En dat is dus eigenlijk wat de meeste vrouwen doen, denk ik. Zo doe ik het eigenlijk altijd. Maar dit is nog lang niet alles. Als ik dit nu aantrek, dan zou je dus denken, oké, ik weet het niet hoor, Jussie, maar dit is echt niet je maat. Maar het is het dus wel. En dat verbaasde mij zo. En dat wil ik je heel erg graag laten zien. Het eerste waar ik op moest letten, vertelde Floor, is dat de cup niet op je lichaam rust, maar onder je borsten. Ik heb inderdaad de neiging om hem zo lekker als een soort bandje om mijn taille, of boven mijn taille moet ik dan natuurlijk zeggen, onder mijn borst te knopen. Maar dat is de functie niet. De functie is het ondersteunen van de BH. Dus we trekken de cup iets omhoog en dan trek je eigenlijk dit huid, trek je omlaag. Dus zie je dat hij al een heel stuk omhoog zit. En hier begint mijn borst, dus de beugel zit nu echt onder de buste. Oeh, mooi woord. Nou, dan doe ik deze kant dus ook nog eventjes. En dan zie je dus echt best wel ver naar boven glijden. En dat verbaasde me echt enorm. Dus nu zitten mijn borsten in de BH, zoals het hoort. Vervolgens gaan we door met de swoop en scoop. Zoals ik geleerd heb van Floor. Ik vind het echt een hele leuke term. We nemen een hand. En je gaat onder de BH langs. Helemaal voorbij de cup. En dan trek je eigenlijk als het ware je backfat, zoals ik het noem, je sideboob, die trek je helemaal naar voren, waardoor je dus goed in de cup valt. Nou, zoals je kan zien, de maat is gewoon prima. Hij valt nu helemaal keurig, netjes en recht, versus, wat zullen we meenemen vandaag? Ik laat je ook nog eventjes de andere kant zien, dan zie je het verschil. Dus we gaan er weer helemaal in, helemaal naar achter, trekken eraan. En leggen de borsten gewoon goed in de BH zoals hij hoort te zitten. En dit is dus een goed zittende BH. En dat klinkt echt heel erg simpel en het klinkt heel eenvoudig. Maar dat is het dus eigenlijk niet. En zoals je ziet, ik heb hier een plunge BH aan. Een BH die niet bij mijn lichaam past. En hij zit gewoon perfect. Wat belangrijk is om te weten, dat het kan zijn dat je BH te strak voelt. Of eigenlijk strak voelt. En dat alsnog de omvang te ruim is. Ja, dat had ik dus. Ja. Dat ik zei, nou, dit klopt toch niet? Ja,
En ja. Hoe komt dat? Dat heeft ermee te maken dat als de cup te klein is, wat bijna elke vrouw draagt een te kleine cup. Wat er dan gebeurt is dat je beugel zit eigenlijk dan op je borst. En er is hier nog een heel stuk borst wat dan niet in de cup zit. De sideboob. Ja. En dat stuk borst, dat neemt dan een stuk van de band in beslag. Dus daardoor voelt je band strakker, terwijl die eigenlijk te ruim is. En dat vind ik een heel belangrijk ding dat vrouwen dat weten. Want het is een barrière om... om mee te gaan in dit verhaal. Ja, en om en ik bedoel, hè, wat ik zeg, ik ben 36, dus ik draag zeker al 20 jaar bij BH's, als het niet langer is natuurlijk. En dat zit dan zo, hè, je loopt naar dat rek, je pakt die BH en dat zal allemaal wel, want die zit al jaren lekker. Ja. Maar eigenlijk is dat dus niet oké. Nee. En hoe vaak raad je eigenlijk aan om een bra fitting te doen? Tenminste, een goede natuurlijk. Ja, eigenlijk zou je het liefste, als het even kan, elke keer als je nieuwe BH's gaat, opnieuw willen gaan fitten. Je kan zelf natuurlijk ook een beetje in de gaten houden of je lijf verandert. Ja. Maar ze zeggen wel eens dat er eigenlijk 7 momenten zijn in een vrouwenleven dat je steeds verandert. Puberteit, zwangerschap, borstvoeding geven, menopauze, noem maar op. Zijn allemaal... Ja, die belangrijke fases, zeg maar, dan veranderen je borsten soms ook. Ja, dus dat is zeker goed om in de gaten te houden. En wij hebben ook een webshop, maar het allerliefste heb ik altijd dat mensen gewoon naar de winkel komen. Ja, tuurlijk. Want dan kunnen we je echt het beste helpen. Ja, nou, Floor en Superbra Store zitten in Rotterdam. Je kan, als er plek is, voor de deur parkeren tegen een heel laag tarief. Er zitten hele fijne ruime pashokjes, dus ik raad je ook echt aan om even hierheen te komen. En sowieso, dit straatje is ook hartstikke leuk om gewoon even lekker te winkelen of Rotterdam nog verder in te gaan. Dus wat dat betreft kan je er altijd nog een leuk dagje Rotterdam van maken. Zeker doen. En wat is de adres, Floor? Zwaanshals 274. En als we toch stiekem online willen shoppen? Oh, superbra.nl. Ik zie je online.